Are you going to mass? Mass, wil je het nu aan ons bekend? Ja, now. Hij gaat het doen. Now, now. Nu, nu. Now. Oké, wij maken plaats. Kom, wij maken plaats. Wij gaan die kant op. Kom, kom, kom. We gunnen hem zijn... Oh man, nou, dames en heren. The Mask! Het spel... Het spel gaat verder. Dames en heren. Het is tijd voor de onthulling van de mask. Wees voorbereid op de meest spectaculaire ontmaskering in de geschiedenis van de nieuwe Uri Geller. Mevrouw Bracht. De mask nodigt u voor dit zeer speciale moment uit op het podium. Echt wel. Mevrouw Bracht. De mask nodigt u uit op het podium. Mevrouw Bracht, ga naast de mask staan. Naast de mask. Het moment is aangebroken. Ik zie het in uw ogen. Maandenlang heeft hij zijn identiteit verborgen weten te houden. Maar nu is er geen ontkomen meer aan. Mask, onthul jezelf! Gemaskerde mentalist. Wie is de gouden mask? I don't know who it is. Wie zit er achter de mask? Sla! Sla! De tijd is aangebroken om het best bewaarde geheim van Nederland definitief te onthullen. Is het Nick Nielsen, Hayashi, Rasti Rostelli, Frans Bauer, Ronald Jan Heijn, Gerard Joling? Of is het Hans Klok? U hoeft niet langer meer te wachten op het verlossende antwoord. Het is zover. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achter het mysterieuze masker is Hayashi. Dames en heren, de mask is Hayashi. I'm so happy. I'm so happy you're here. Thank you. Oh, this is your best revenge for me, yeah? Yes. Yours, Uri. Toske, Toske. Can I say something? Yes. Oh, mask. Hayashi. You know, whether you will win this competition or not, I think you did an amazing job to make everyone in the whole country, including journalists, all the celebrities, and Paddy too, and me wonder who is the man behind the mask. Everyone here in the studio, if you're not standing, stand up and applause to this guy.
she... Did you enjoy this? Yes, I did. And you know what? It was... he even did a performance with me, a guest performance, Hayashi. Yes, ik weet het. Ik weet het, ja. En ik heb je nooit herkend, hoe kan dat nou? Nee, maar dat is, dames en heren, want we hebben het natuurlijk bijgehouden de afgelopen weken. Ik moet zeggen, ik heb een paar weddenschappen gewonnen, want ik dacht het al. Maar we kunnen even kijken. Nee, laten we even kijken naar hoe dat allemaal zo is gegaan. Want eindelijk kan het verhaal, het echte verhaal, verteld worden. Kijk mee. Eindelijk is het grootste geweest. Ik kan het niet beschrijven. Ik ben heel erg blij dat nu iedereen in Nederland het weet. De droom van Hayashi om de nieuwe Uri Geller te worden spatte vorig seizoen in één keer uit elkaar. Toen Ramana er met de titel vandoor ging. Ramana! Ik zat echt 0,2% van de winnaar af. Ik baalde, zoals jullie dat in Nederland zeggen, als een stekker. Toen SBS6 opnieuw het succesvolle programma ging maken, bedacht hij zich geen seconde. Hij moest en zou terugkomen. Maar hoe? Ik dacht, ik ga er gewoon voor. Ik ben met masker op naar de studio gegaan en heb mijn mentale krachten getoond. Twee mensen herkenden mij meteen. Zij zijn de enige tot nu toe die in het complot zijn betrokken. Hayashi was de nachtmerrie van Patty Bart. Hij moest zichzelf overtreffen. Maandenlang heeft hij zich voorbereid op de meest spannende en spectaculaire optredens. Ik wilde dat niemand zou weten wie ik echt was, zodat ik een nieuwe start kon maken. Ik moest mijzelf de hele dag in de kleedkamer verbergen. Ik had met niemand contact. Wat hij echter niet kon vermoeden, is dat de media zo'n klopjacht op hem zouden maken. Wie is de gouden man? Iedereen dacht te weten wie ik was, maar niemand had het goed. Totdat Shownews en de Telegraaf mijn ware identiteit ontdekten. Een kijker maakte ons attent op dit mysterieuze filmpje van een gemaskerde Hayashi. Door het gebruik van verschillende contactlenzen, pruiken en een voice-over probeerde Hayashi angstvallig zijn identiteit te verbergen. Hij had zelfs op verzoek van Uri een gastoptreden als zichzelf. Maar uitgerekend in die show ging het mis. Het Bed des Doods, een optreden waar hij als The Mask wekenlang op had geoefend, bleek niet goed te werken. Tegelijkertijd moest hij optreden als Hayashi. Wat nu? Na mijn eigen optreden had ik geen tijd meer om mij op te kleden als The Mask. Ik wist niet wat te doen. Totdat de producent van het programma met alle risico van dien besloot mij te helpen. Ik besloot mijn pak aan te trekken, ik heb masker opgedaan. Ik ben het podium opgegaan voor de uitslag. Daarmee spatte in ieder geval niet de droom van Hayashi uiteen om als Mask in ieder geval eventueel te kunnen winnen. Alle andere keren heeft er echt maar één persoon achter de maas gezeten en dat is Hayashi. Vanavond kan hij eindelijk aan heel Nederland zijn ware gezicht laten zien. Ik vond het super om als de maas mee te doen aan de nieuwe Uri Geller. En ik hoop dat ik het Nederlandse publiek niet heb teleurgesteld. Hayashi! Nou.